Het is weer de eerste video van de maand en dus is het weer tijd voor onze maandelijkse serie interessante aandelen. In dit geval dus september 2020. En we gaan in deze video kijken naar twee aandelen die jullie regelmatig aanvragen. Kijken of het op dit moment interessante aandelen zijn om te kopen. Zoals altijd zeg ik erbij, het is geen advies, het is geen aankoopadvies, het is ook geen verkoopadvies. Doe altijd nog zelf je onderzoek als je deze aandelen en deze video ook interessant vindt. Maar dit is puur een eerste opstapje, een eerste blik zeg maar op deze aandelen. Dat gaan we dus nu doen, dus laten we snel beginnen. Met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Voordat we aan deze video gaan beginnen wil ik eerst nog even zeggen, dit is als het goed is de laatste dag dat ik geen internet meer heb. Als het goed is wordt morgen alles geïnstalleerd. Nieuw huis had alleen nog geen glasvezelaansluiting. Dus dat wil ook zeggen dat ik de komende dagen meer tijd zal besteden om al jullie berichtjes, al jullie e-mails, ook in onze beleggerstraining, in die community wat meer te beantwoorden. Want ja, daar heb ik de laatste tijd ten eerste niet heel veel tijd voor gehad vanwege die verhuizing. En ten tweede, alles via je telefoon regelen, dat is ook wat moeilijk. Dat is allemaal niet ingesteld. Dus daar hoop ik de komende tijd wat meer aandacht aan te besteden en dus ook jullie reactie daarop te kunnen geven. En dat betekent ook dat we in deze video weer veel gebruik gaan maken van screenshots. Ik heb heel veel van het werk ergens anders voorbereid op een plek waar wel internet was. Dus dat is hopelijk ook de laatste keer dat dat allemaal misgaat. En later kan ik alles weer gewoon doen zoals het van tevoren was. Maar laten we dus beginnen met deze video. En wat we altijd dan doen is gaan kijken naar de aandelen van de vorige maand. Te beginnen eigenlijk met de twee beurzen. Ten eerste de AEX en vervolgens de S&P 500. Hier zou ik normaal die screenshot laten zien. Die ben ik vergeten. Maar de AEX had de afgelopen maand een resultaat van min 0,8%. Dus het is een kleine min. En kijken we naar de S&P 500. Daar zagen we juist een stijging van 6,7% de afgelopen maand. Dat heeft waarschijnlijk en natuurlijk te maken met de tech-aandelen die vooral in deze index zitten. En als het goed gaat met die bedrijven, Apple, Amazon, noem ze allemaal maar op, dan gaat het waarschijnlijk in de hele index ook een stuk beter. Dan hadden we vorige maand dus twee aandelen die we behandeld hadden. Ten eerste Apple. Nou, die deed het erg goed de laatste maand. Een plus van 17,7%. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de stocksplit die al vrij snel werd aangekondigd na die video. Je ziet dan al dat de prijs van het aandeel gaat stijgen. En hier zien we eigenlijk al meteen de prijs die ook verwerkt is. Want ik geloof dat het toen rond de $400 was. Ze hadden een 4 tot 1 stocksplit. Dus de koers is nu door 4 gegaan. Alleen de prijs is nog steeds gestegen. Juist vanwege deze stocksplit waarschijnlijk ook wel. En met het tweede aandeel ging het een stuk minder. Dat was Virgin Galactic. Daar zagen we juist een daling van 13,6% de afgelopen maand. Ja, zoals ik toen al in die video zei, dit was een aandeel met waar je in moet geloven voor de komende jaren. Een aandeel met veel risico. Nou, dit was dus een maand waarin we dat risico hebben gezien. En aangezien er slecht nieuws was, slechte resultaten, ging het aandeel omlaag. Maar dat is dus wel een goed voorbeeld voor deze video. Zoals ik zei, niets is een aankoop- of verkoopadvies. De ene aandelen zullen het goed doen zoals we voorspeld hadden in de video. Andere aandelen zullen het slechter doen of anders reageren. Dus daarom zeg ik ook altijd, doe zelf je onderzoek om juist dit soort dingen tegen te komen. En laten we dan beginnen met de aandelen van deze maand voor deze video. Ten eerste is dat ASML met tickersymbool ASML. Lekker makkelijk. En ASML is een leverancier van machines voor chipfabrikanten. Bedrijven zoals bijvoorbeeld Samsung of TSMC. Zij maken chips voor hun eigen telefoons, voor de telefoons van Apple, grafische kaarten, noem het allemaal maar op. In heel veel producten worden natuurlijk tegenwoordig chips gebruikt. En ASML is dus de partij die ervoor zorgt dat er de machines zijn juist om deze chips te maken. Kijken we naar de omzet van ASML, dan was die afgelopen kwartaal 3,3 miljard. In diezelfde periode werd voor 1 miljard euro aan nieuwe orders binnengehaald. Dat zijn dus producten, dingen die de komende kwartalen zullen worden gemaakt en geleverd. En dat viel een beetje tegen bij wat analisten hadden verwacht. Zowel de omzet als de orderboek zeg maar, wat gevuld werd in dit kwartaal was lager dan wat werd verwacht. Dat heeft er onder andere mee te maken dat sommige orders vertraagd zijn naar het volgende kwartaal. Dat die omzet dus nu nog niet wordt meegenomen. Maar aan de andere kant, de orders nemen ook weer niet zo hard toe. Juist vanwege de crisis op dit moment. Ook hier zul je zien dat investeringen worden uitgesteld. En zeker bij deze machines die erg duur zijn, kan het wel eens zo zijn dat het een paar kwartalen wordt afgewacht. Omdat misschien de productie van chips afneemt. Omdat bijvoorbeeld bedrijven zoals Samsung of Apple minder telefoons gaan afnemen. Omdat mensen juist weer wat beter op hun geld letten. Een jaartje langer doen met hun telefoon. Maar die omzet is niet alleen afhankelijk van nieuwe machines. Ongeveer 1/3 komt uit het onderhoud en de upgrades van bestaande machines. Dus daar zit eigenlijk al een gedeelte wat regelmatig terugkomt en niet afhankelijk is dus van nieuwe machines. Maar gaan we kijken naar de verwachtingen van ASML. Die zijn nog steeds hetzelfde als aan het begin van het jaar. Het bedrijf is dus nog steeds vol vertrouwen dat wat ze aan het begin van het jaar zeiden, dat ze die resultaten nog steeds kunnen behalen aan het einde van het jaar.
Maar zoals gezegd, het viel dus een beetje tegen het laatste kwartaal. Niet wat analisten hadden verwacht. En dus ook daar werd natuurlijk op de markt op gereageerd. De koers ging wat onderuit. En op zich is ASML op dit moment nog steeds een best wel duur aandeel. Zeker waar je het gaat vergelijken met concurrenten. En natuurlijk zijn er ook kansen voor dit aandeel. Al lijkt het me het verstandigste om even een goed moment af te wachten. Wat de koers op de juiste prijs eigenlijk is voordat je instapt bij dit aandeel. Nou, wat zijn dan die kansen? Dat zijn er verschillende. Ten eerste heeft ASML op dit moment al een heel erg groot aandeel, een marktaandeel. Maar voor de volgende generatie van deze machines, EUV-machines, technologie, daar zijn ze op dit moment eigenlijk, hebben ze daar een monopolie. Natuurlijk komen er concurrenten aan, maar ASML loopt daar ver op vooruit. En zij zullen dus de eerste zijn die met dit soort machines komen. En ze kunnen ook als eerste hun marges gaan verbeteren op deze machines. Op de huidige machines ligt die erg hoog, rond de 50%. Op die nieuwe technologie ligt dat nog een stuk lager, rond de 30%. Maar wanneer daar eenmaal volume in komt en zij dus meer gaan produceren en meer gaan afzetten, zullen daar de marges eigenlijk weer hetzelfde gaan worden als bij de huidige techniek. En zoals gezegd, aangezien ASML daarin voorop loopt, zijn ze ook de eerste die ervan kunnen profiteren om hun marges te verhogen. En daarnaast is er natuurlijk nog steeds een groeiverwachting voor ASML. De komende jaren hangt hij nog steeds zo rond de 20% groei per jaar. Dus dat is een heel erg mooi vooruitzicht. Mocht het dan nu even wat minder gaan vanwege de crisis, de komende jaren ziet het er op zich nog goed uit. En dat is dadelijk ook iets als we verder gaan bekijken op de computer. Dan pak ik mijn spreadsheet erbij en ga ik dat samen vergelijken met het bedrijf wat we hierna gaan bespreken. En kijken dan naar het tweede aandeel van deze video. Dat is AT&T met tickersymbool T. Dat is een grote telecomprovider. Een hele grote in Amerika en best wel een van de grootste, zo niet de grootste telecomprovider ter wereld. Gaan we kijken naar waar zij hun omzet vandaan halen. Dan komt het grootste gedeelte in wat zij noemen draadloze diensten. Daar komt ongeveer 40% vandaan. Denk hierbij dus aan mobiele abonnementen en dat soort dingen. Gevolgd door vaste diensten, ongeveer 15%. Dus dat is vaak de zakelijke markt, de vaste lijnen die erbij horen. Entertainment, dit zijn abonnementen om bijvoorbeeld tv te kijken thuis, via het internet en dat soort dingen. Daar komt 25% vandaan. En een groot gedeelte komt ook van Warner Media. Dit bedrijf heeft Warner Bros. Overgenomen, dus denk hierbij aan films en series van HBO die hieronder vallen. En hoewel het dus een telecom provider is die vooral in Noord- en Zuid-Amerika actief is, is hij ook bij jullie heel erg bekend. Vooral de mensen die zich focussen op dividendaandelen zijn vaak bekend met het AT&T. Dit heeft ermee te maken dat het bedrijf al meer dan 30 jaar lang jaarlijks het dividend telkens verhoogt. En op dit moment, bij deze koers van dit moment, zou dat betekenen dat je ongeveer 7% dividend hebt op dit aandeel. Dus dat is vaak iets waar mensen zich op focussen, zeker mensen die dus richting het dividend gaan. Waar we ook rekening mee moeten houden is dat juist veel investeerders dit aandeel niet interessant vinden vanwege de grote schuld die ze hebben. Iets meer dan $150 miljard schuld. Al valt dat op zich voor dit bedrijf met deze cashflow dan wel mee. AT&T zou er makkelijk voor kunnen kiezen om jaarlijks 10 tot 15 miljard euro af te lossen op deze schuld. Dat zou dan weer betekenen dat ze rond de 4 tot 700 miljoen euro aan rente kunnen besparen ieder jaar. Maar dat doen ze op dit moment niet. Ze zijn vaak juist die leningen weer om het zetten. Omdat juist nu de rente zo laag staat. Dus op die manier kun je kosten besparen. En dat geld wat je eigenlijk zou betalen aan die rente ga je dus gebruiken voor andere dingen. Bijvoorbeeld juist het opkopen van eigen aandelen. Ook daar zijn ze actief mee bezig. Dat hebben ze ook gedaan. En dat heeft er juist voor gezorgd dat ze het dividend dat ze normaal zouden uitkeren voor die aandelen, ongeveer $500 miljoen per jaar, juist nu zelf kunnen houden. En zo zie je dat een grote schuld niet altijd een probleem is. Natuurlijk wil je het liefst zo min mogelijk schuld. Maar als je tegen een heel lage rente geld kunt lenen en juist daar op een andere manier geld van kunt maken, is dat vaak een interessante optie. En de kansen voor dit aandeel liggen dan ook ten eerste dat de koers goed kan herstellen. Nu hebben ze erg last van deze crisis, maar het herstel is eventueel mogelijk. Dus daar ligt een kans, maar ook zeker het dividend. Als je daarop focust, dit is een bedrijf wat ook op dit moment tijdens deze crisis de koers of de dividenduitbetaling gewoon vast kan houden. Dus eigenlijk is het een best wel zeker aandeel en ze willen natuurlijk zo lang mogelijk die jaarlijkse stijging doorzetten. Ze hebben genoeg cashflow om deze dividendbetalingen te doen. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook bedreigingen voor bedrijven zoals deze. AT&T heeft natuurlijk ook te maken met wat ze kabelverlaters noemen. Mensen, vaak jongeren, die geen tv-abonnement meer afsluiten omdat ze toch al Netflix hebben. Nou, gelukkig heeft AT&T vanwege Warner Bros. Dan weer HBO Max. Juist een beetje een tegenhanger van Netflix. Door op die manier de omzet die wegvalt bij tv-abonnementen misschien weer op te vangen. Juist bij deze on-demand diensten. En omdat deze tv- en telefoondiensten, zeker de vaste lijnen, zeg maar, steeds meer wegvallen, wordt internet steeds belangrijker. Een groter gedeelte. Maar betekent ook dat er meer concurrentie komt. Dus ook dat is een bedreiging. Denk aan bedrijven zoals SpaceX die bezig zijn met satellietlanceringen.
proberen om juist dan door middel van satellieten overal wereldwijd internet aan te bieden. Dat zijn een van de concurrenten, mogelijke concurrenten in de toekomst in ieder geval. In ieder geval, het zorgt ervoor dat de internetmarkt onder druk staat en dat misschien ook marges dus gaan afnemen. Maar laten we even van beide bedrijven die we in deze video besproken hebben, ten eerste ASML en zojuist dus AT&T, naar de computer weer terug overstappen om eigenlijk alle gegevens in een fundamentele analyse te gaan bekijken. En laten we dan even kort gaan kijken naar de fundamentele analyse van deze bedrijven. Ten eerste dus ASML en in de tweede kolom AT&T. Nou, de koers per aandeel is nogal verschillend. Bij ASML is het op dit moment $374, terwijl die bij AT&T net onder de $30 zit. Qua beurswaarde is AT&T dan wel weer groter, wat dus wil zeggen dat zij meer aandelen hebben uitstaan. Vooral interessant hier te kijken is naar de koers van de laatste 52 weken en zeg maar de korting op de koers op het hoogtepunt. Bij ASML die ligt een beetje rond de 7% onder het hoogste punt, terwijl juist bij AT&T de koers flink is afgestraft met ongeveer een kwart gedaald is dit jaar. Kijken we verder naar beneden, dan zien we de winst, omzet en marge. De EPS, oftewel de winst per aandeel, ligt bij ASML op ongeveer $8, terwijl die bij AT&T op $1,64 ligt. Maar juist omdat dus de koers veel lager is bij AT&T, heb je dus een veel betere winst per aandeel, wat percentage betreft. Daar gaan we straks naar kijken. Wat vooral belangrijk is bij deze twee om ze te vergelijken, is juist de EPS-verwachting. Die zie je bij ASML ongeveer €3 of $3 toenemen het komende jaar, terwijl die juist bij AT&T verdubbelt. Maar de omzetgroei is dan weer een ander verhaal. Zoals gezegd eerder bij ASML, daar wordt een verwachting van zeg maar rond de 20% per jaar aan groei verwacht. Terwijl die bij AT&T bijna gelijk is. Dit is gewoon een sector, een bedrijf wat niet heel veel kan groeien. Het kan wel innoveren, maar het ene wordt minder, het andere wordt meer. Maar het is wel een winstgevend bedrijf, dus je kunt vandaar dividend volop van profiteren. Dat zien we ook terugkomen in de PE-ratio. Een PE-ratio van onder de 20 is vaak een goede waardering. Dat is hoeveel keer de winst per jaar wordt betaald om een aandeel in bezit te krijgen. Bij ASML ligt hier rond de 45, een van de hogere binnen de sector van de concurrenten. Terwijl bij AT&T ligt die onder de 20 en dus best wel goed gewaardeerd. Een eerlijke waardering lijkt het zo ook. Al ligt het gemiddelde van de laatste 5 jaar iets lager. Dus als je daarvan uitgaat, is er nog een betere mogelijkheid mogelijk. Laten we dan verder gaan kijken naar vooral het dividend. Nou, dat zien we dat bij beide aandelen dit in de $2 ligt. De ene ligt het zeg maar eind van de $2, terwijl bij AT&T het net in de $2 zit. Maar juist het percentage is anders. Dat heeft dus te maken vanwege die koers. We zien dus, zoals eerder besproken, bij AT&T 7% als dividendpercentage zien. ASML keert ook al het uit, dat is rond de 15% van de winst die ze uitkeren aan dividend. Terwijl hier staat dat bij AT&T dit 125% is. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken omdat de laatste cijfers niet zo goed waren vanwege de crisis. Maar gaan we uiteindelijk kijken, dan is AT&T een bedrijf dat vaak zo tussen de 50 en 60% van hun winst uiteindelijk uitkeert. Dat het een beetje een vertekend beeld geeft met de cijfers op dit moment. Maar dat ook ze gaan er wel mee door met het dividend. Juist omdat ze voldoende cashflow hebben, genoeg geld achter de hand om dit ook door te kunnen zetten. Kijken naar de financiële cijfers. Dan dit is het afgelopen boekjaar, dus de laatste. Vaak is dat de cijfers van 2019. Dan zien we bij een totale omzet van ASML van 15 miljard, terwijl dat dus bij AT&T 175 miljard is. Ze hebben ongeveer hetzelfde kostenpercentage. En dat zorgt er dus voor dat AT&T ook veel meer winst maakt, 12 miljard. Alleen de marge is dan juist weer bij ASML beter. Die houden uiteindelijk een winstmarge over van net geen 23%. Kijken dan vervolgens naar de balans, juist om te gaan kijken wat de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen is. We willen dit positief zien, dus hoger dan 1 en hoe hoger hoe beter. Nou, we zien dat dat bij ASML heel erg goed is, boven de 2 zelfs. Ze hebben €22 miljard aan bezittingen en €10 miljard aan schulden, dus ze kunnen makkelijk aan deze schulden voldoen. Ook bij AT&T hadden we het eerder over dat ze veel schulden hadden. Nou, we zien hier in totaal €350 miljard, maar dat ze €550 miljard aan bezittingen hebben, dus ook hier ruim boven de 1 en dus genoeg kapitaal eigenlijk om aan alle schulden te voldoen. En dan komen we bij wat analisten denken. Daar zien we dan juist een oordeel voor ASML positief. En voor AT&T is dat oordeel neutraal. Kijken we naar de koers, dan verwachten ze voor de komende 12 maanden is dat een gemiddelde koerswaardering bij ASML van $383. En dat is dus ongeveer 2% meer dan dat het op dit moment is. Terwijl we juist bij AT&T $32,5 verwachten. En dat is dan weer 8% meer dan de koers op dit moment. Al zien we aan de short ratio en hoe hoger die is,
hoe meer mensen denken dat de koers gaat dalen, dat aangezien het bij AT&T hoger is, dat die misschien iets te hoog gewaardeerd is. En tenslotte de technische analyse, wat eigenlijk normaal in een grafiek ziet, zie je hier dus in cijfers, in een tabelletje. De RSI ligt een beetje hetzelfde, dat is niks aparts. Het gemiddelde SMA 20 en de SMA 50 is ook ongeveer hetzelfde. We zien juist dat op het gemiddelde van de laatste 200 dagen, dat ASML daar juist boven zit met 20% en dat AT&T daar dus juist onder zit, zien we eigenlijk ook terugkomen in die laatste groene balk met die grafiek. We zien gewoon ASML een langzaam stijgende lijn hebben met een dip tijdens de coronacrisis, terwijl juist AT&T dus juist tijdens die coronacrisis een flinke dip heeft gekregen, maar dat er niet van is hersteld. En dat we dus nog altijd dit jaar zo'n ongeveer een kwart van de eerdere koers hebben ingeleverd. En ik hoop dat je samen met deze spreadsheet en de dingen die ik eerder heb besproken een beter beeld hebt gekregen van deze twee aandelen. Zoals gezegd, het is geen advies, niet om te kopen of niet om te verkopen als je het hebt. Mocht je ze trouwens willen kopen, beide aandelen zijn onder andere via de Giro te koop. En een link naar de Giro vind je onder deze video terug. Ook daar vind je trouwens een link naar de beleggerstraining. Dat is een training van meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal die Tim en ik samen hebben gemaakt, juist voor de beginnende beleggers. En deze sheet is daar een onderdeel van. Die wordt daar ook besproken, behandeld. En als lid van deze beleggerstraining kun je hem ook zelf gebruiken. Kun je andere aandelen invoeren, juist om deze cijfers op te halen. En dus bijvoorbeeld het ene aandeel te vergelijken met concurrenten. Eigenlijk een beetje zoals wij in deze video hebben gedaan. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je bedanken voor het kijken. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jij leuk vindt. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je dan nog meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Onder deze video vind je een knop om te abonneren. Daarnaast staat een bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.